geklopt op de weak side. Een man die goed is voor gemiddeld bijna 12 punten per wedstrijd. En een score, eerste score van Kessler. Ondertussen Steven nog een score, staat het al 8-17. De scores aantekend bij Kortrijk. We staan naar de overkant nu met Mols. Dan kan Kortrijk de aanvalsgolf stoppen. Voorlopig lukt het hem niet. Een gemiste dunk, maar een nieuwe kans. Een goede pas van Perry en Sainz naar Gardner die... Ja, heel veel komt ook van de hand van Sean Coudet. Daarnet ook een hele goede finish. Heeft 2-3 punten gescoord. Denk dat hij 8 punten maakt nu. En 2 assist al heeft. Dus, wat meer mobieler bent, wat meer druk kan uitoefenen. Maar natuurlijk, ja, dan, als de tegenstander wel met de 5 speelt. Ja, dan kan je wel in de problemen komen defensief inside. Hij heeft het snel gelezen, zijn ploeg reageert ook goed en ze zoeken al 2 keer op rij die toppen op inside 1 tegen 1. De Ridder deels niet gelukkig tot nu toe in de wedstrijd. Heel veel effort, maar nog niet echt veel geluk gehad in zijn acties tot nu toe. Ja. Een even aantal ploegen spelen, zou ook een oplossing zijn. Dat zou ook al helpen. Deze man. Dus het is, je voelt wel dat ze zoeken. Ze proberen wel, ze zoeken wel. Dus, ja. Altijd inside, een beetje het handelsmerk van Moos. En dat... Ja, je voelt dat de coach van de Mulemeester wel zijn plan kan uitvoeren. Ja, het zit nu wat op in de crosspass, die ja, niet de eerste keuze was en te moeilijk was. En dan kreeg het dan die Paalsbeek tegen. Maar Frank de Mulemeester die sinds de start van de Elite Silver League de headcoach is van Mons. Maar ja. Vindan Bosnić die om gezondheidsredenen afwezig is. En we wensen hem uiteraard al het beste toe. Verdelen van Kortrijk, goede rebound en terug snelheid proberen te maken. Pick and roll zoeken aan de open kant. Maar opnieuw de Ridder. Ja, deze werken ze wel af. En dan is het opnieuw boven die 10 punten. In de laatste minuut van de eerste periode hier. Gaat ook voor het shot. Maar stand op de ring. De korte komt te dichter en dichterbij. Kan ze dat ook doen? Dat is de vraag. Met Coudet. Wel nee, en om te starten in de tweede helft. Ja, klein spelen. Zeggen we dat in het Nederlands. Voilà. En dan de Ridder. Ja, ik denk dat het voor de eerste 3 ploegen dat het sowieso een beetje nadenken is. En dat ze hopen om Antwerpen en Elsene te vermijden. Dus dan moet je wel de beste positie behalen daar. Ja. Zeker niet tegen die topploeg. Ja, maar... Mons terug met de tussensprint. Jean Coudet hier met een goede steal. Hij houdt nog voor en ze laat het display een tweede keer wide open staan. En deze keer spot hij het af. Even wat sided voor tussendoor. Ik denk 4 of 5 jaar geleden zaten we met Kortrijk in derde klasse. Net na de fusie. Terecht soms mogen verdienen. Soms mislukt dat een keer. Maar... Zeker nodig om dat te blijven, actief te blijven kijken naar. Kortrijk nog altijd 7 punten achterstand. Ja.
5 seconden van het einde van het derde kwartier. Pritzel gaat hij het afmaken. Ja. Ja. Ja, heel mooi punt. Dan hebben ze die broodnodige stop en de fase weer tegenover. Kan Mathieu Koeken afwerken? Nee, maar de offensive rebound van Perry. Dat ze dat op het juiste moment hebben, het juiste ritme te pakken hebben. En dat is het voordeel hebben van zowel pole position als hetgeen dat er aan vasthangt. Net iets te lang op dit moment. En dan zie je dat zo'n time-out toch wel het ritme van Kortrijk een beetje heeft gebroken. Goede. De transitie en de afwerking van Perry. Je moet natuurlijk maar één keer voorstaan in de wedstrijd, dat is helemaal op het einde, Steven. Dus, Drie en een half minuut voor Kortrijk. Dit is Jean Coudet, maar die balverlies. Die in de slotfase land. 6 punten achterstand voor Kortrijk. Wel in balbezit met Jean Coudet. Gaat naar de kort en de afwerking. Visser en de snelle transitie aan de overkant met de score. Wie trekt aan het langste eind, wie aan het korte? Santelli, de meest efficiënte speler. Ja, uiteraard, hè. Die hebben tijd nu. Dat is toch wel een beetje het pijnpunt van het seizoen. Te veel scores tegenkrijgen, waardoor dat de wedstrijd binnen een stuk moeilijker wordt. Ja, en dan een balverlies krijgen op een heel slecht moment. En ja. Maar dat worden bijna 100 punten nu. Voor je het weet heb je hier een century aan de broek. In de voorlaatste thuiswedstrijd van het seizoen nederlaag dus voor Kortrijk. Dat zich nu kan focussen op de allerlaatste wedstrijd. En die wordt vrijdag hier gespeeld in de Langmuntre om 8:30.